dat je kijkt en voor als je nieuw bent, welkom op mijn kanaal. Het is maandag en het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van de Power of Heatools. In deze serie laat ik elke aflevering een andere heatool zien en ik doe daarbij de helft van mijn haar wel en de andere helft niet. Op die manier kun je goed zien wat het verschil is qua glans, qua volume, qua lengte. En het leek me wel een leuk idee om vandaag aan jullie de Karma Set te laten zien. Ik ga niet alleen het eindresultaat laten zien, maar ik ga ook stap voor stap laten zien hoe je het beste resultaat bereikt. Omdat dat best nog wel eens lastig kan zijn. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Kijk gezellig mee. Dit is de Karma Set die ik vandaag gebruik. Deze is van Babyliss. En dit zijn de rollers. Allerlei verschillende maten. Ze hebben van dat fluweel aan de buitenkant. En ja, ik vind deze op zich altijd wel heel erg fijn. Nu zitten er hier van die metalen pinnen bij. Die gebruik ik eigenlijk niet. Ik gebruik altijd de klemmetjes die erbij zitten. Die vind ik zelf fijner. De rollers blijven strakker op je hoofd zitten. Ik vind deze vaak pijn doen. En ik vind dat ze een beetje gaan zakken. Dus het gaat allemaal wat hangen als het ware. Nu moet ik zeggen dat ik zelf niet veel meer de Karma Set gebruik. Ik vind mijn haar er erg lang voor. Karma Set is altijd qua stevigheid en houdbaarheid een beetje moi, zeg maar. Heel geschikt voor lengte tot een beetje schouders ongeveer. Maar als je langer haar hebt, ja, zakt het heel snel uit. Dus als je houdt van zo'n golf, zo'n beetje een slag alsof het gefeund is, dan is dit misschien wel wat voor jou. Voor mij geeft die te weinig krul en voor mij zijn er ook veel te weinig grote rollers. Er zitten heel veel kleintjes in. Die heb ik eigenlijk allemaal... Ja, eigenlijk niet nodig. Eigenlijk zou ik alleen die grote willen. Nu zijn er tegenwoordig sets die de rollers per stuk opwarmen. En die kun je wel op maat kopen. En die zouden dan een stuk geschikter zijn. Daar heb je ook van die hele grote rollers bij. En dat is volgens mij die Diva. Als ik het vind, dan zal ik even een link in de beschrijving zetten. Want ik weet dat ze er zijn. En iets in mijn hoofd zegt wel dat Diva Hotpot is, zoiets. Maar ik zal de link even in de inzetten als ik hem kan vinden. Heel geschikt dus voor langer. Ik ga nu in dit geval deze gebruiken. Ja, dan heb je ook nog deze hele handige tasjes voor op reis. Dit is wel een officiële van Karmen. Hier zit dan de stekker en hierin zitten dan de klemmetjes en wat rollers. Het zijn er niet zoveel zoals je ziet. Het zou dus een hele geschikte set zijn voor mensen die wat dunner haar hebben. Maar ook als je bijvoorbeeld wat volume wilt. Dus als je bijvoorbeeld laag hebt en het zakt snel in. Je hebt een lok die niet meewerkt, dat soort dingetjes. Dan is zo'n setje heel erg handig op reis. Dan kun je bijvoorbeeld net even dit bovenste gedeelte inzetten. En dan kun je al veel van je kapsel redden. Deze heb ik volgens mij bij Mediamarkt vandaan. Weer geldt dat ik, als ik het niet vergeet, de link in de beschrijving zal zetten. En als ik dat vergeten ben, help me even herinneren, dan doe ik dat alsnog. Maar dit zijn ook super handige setjes om mee te nemen. Allereerst natuurlijk even doorkammen, dat is altijd stap 1. Zo, en wat ik nu ga doen, ik ga nu beginnen met de grootste rollers bovenop. Ik wil namelijk niet zo'n heel klein krulletje, zeg maar, aan de bovenkant hebben. En ik weet nu al dat ik hoogstwaarschijnlijk grote rollers tekort ga komen. Dus onderin moet ik wel wat kleinere doen. Want omdat mijn haar daar langer en zwaarder is, zal dat uit gaan zakken. En zal dat dus nooit zo'n klein vervelend krulletje worden. Dus ik begin met de grootste als eerste. Als je nu hele korte lagen hebt, doe het dan ook. De verleiding is groot om bij korte lengtes een klein rolletje te pakken. Maar dan kan het dus zo zijn dat je uiteindelijk van die gekke krulletjes bovenop hebt. Dus doe dat niet. Begin met groot bovenop. Nou ja, officieel geldt altijd één standaardregel als je praat over salonregels. En dat is dat de pluk die je opneemt ongeveer de grootte van de roller is. Dus ongeveer even breed en ongeveer even dik. Nu moet ik zeggen dat thuis het wel eens anders werkt. Dat ik wel eens met grote plukken gewoon snel iets wil doen. Maar dit is dus het beste resultaat. En ik draai hem in. Pak daarna ook de korte haartjes mee die niet meteen erin wilden. En nu is het heel belangrijk met het plaatsen van de klem dat je geen knik gaat maken in je haar. Dus wat je doet, je zet hem erop, maar in plaats van dat je hem zo zet, want dan maakt hij hier dus een klit, draai je hem net een tikje naar achter. En zorg er dan ook voor dat dat haar hier aan de zijkant er ook bij zit. Dus zet hem er recht in, zo. En dan geef je hem net even dat draadje mee. En dan pakken we weer een nieuwe pluk. Ja, en eigenlijk is het gewoon iedere keer halen. Ik ga hem nu gewoon helemaal naar achter indraaien. Dan kun je het meeste volume maken. Je kunt hem ook indraaien op valling. Dus hoe je scheiding valt. Dan kun je ze bijvoorbeeld naar opzij indraaien. Maar ik zou altijd gaan voor naar achter toe. Dan heb je gewoon meer volume als die dan daarnaast nog opzij valt.
En dan kun je dus ook heel makkelijk zeggen dat je deze naar beneden indraait. Je ziet ook dat mijn haar vrij lang is, dus ik stop al eerder. Omdat ik dit bijna niet red, want dan heb ik nog steeds een puntje over waar ik niet bij kan. Dus vandaar dat ik hem zo draai. Dan draai ik hem er om me heen, want ik zorg ervoor dat ik geen dubbel puntje vouw. En ik let ook goed op het uiteinde dat hij niet dubbel vouwt. En deze pluk trek ik ook weer goed naar voren toe. En ik zorg er weer voor dat ik de punt mooi meedraai. En dan zet ik hem weg. Je ziet dat hij dus vrij hoog op mijn hoofd is. Het beste is het als hij, ja, om het in kappenstermen te zeggen, op zijn eigen bedje ligt. Dus de pluk die je opneemt, waar de wortels, zeg maar, van de haar in je huid gaan, dat daar ook de roller op terecht komt, dus op zijn eigen bedje. Dat is het beste. Dan heb je het stevigste resultaat. En we gaan eigenlijk zo iedere keer door. Dus je pakt iedere keer plukken op. En nu hoeft het niet mega netjes, hoor. Dus ik doe het op gevoel, dus het kan best zijn dat hij niet helemaal top is, maar dat geeft niet. En onderin laat ik de klemmen wel van wat steviger zitten. Ik maak me daar dan niet zo heel veel druk om knikjes of zo. Dat hij toch het andere haar overheen valt. Dus dan heb ik zoiets, dan wil ik hem gewoon zo stevig mogelijk hebben. En ik heb nu geluk dat ik de helft van mijn haar doe, want het komt precies uit met de grote rollers. Ik deel deze nog even in tweeën, want ik heb precies nog twee grote. Nou, ze zitten er nu allemaal in. Wat nu de bedoeling is dat ze helemaal koud zijn. Dus ze moeten helemaal volledig afgekoeld zijn. Als er ook maar een beetje warmte in zit, gaat die krul weer uitzakken. Dus doe dit niet te snel, wees niet ongeduldig. Je hebt er alleen maar profijt van om het echt goed te laten zitten. Nu voelen ze echt nog wel heet, dus ik voel echt wel de warmte doortrekken. Zo meteen ga ik gewoon de rollers voelen, dus eigenlijk net even de klemmen voelen, of ze al wat koeler zijn. En deze zijn natuurlijk als laatst gedaan, dus die zijn het langste warm. Dus ik hoef hem bovenop nu eigenlijk niet meer te checken. Ik pak nu iedere keer alleen de laatst geplaatste roller en dan voel ik of die goed afgekoeld is. Dus ik kom zo bij jullie terug. Ik heb hem nu laten afkoelen. We zijn 20 minuten verder. Dus dat is ongeveer de tijd dat mijn haar nodig had om helemaal koel te worden. Nu is het wel zo dat hoe langer je haar is, hoe langer het duurt. Omdat die warmte natuurlijk helemaal doordringt. Kan er ook wat moeilijker uit. Dus misschien als je kort haar hebt dat het wel wat sneller gaat. Maar je moet ongeveer toch wel echt wel rekenen op minimaal een kwartiertje. Wat ik nu ga doen, ik ga hem uithalen. Maar ik hou hem vast. Dus ik laat hem er niet uitvallen. En ik draai hem mee met de krul. En ik hou de krul zoveel mogelijk in elkaar, zie je? Dus ik heb er niet aan getrokken, want als die eventueel nog warm is, dan koelt hij nu op de juiste manier af, zonder dat je hem eigenlijk weer door de war gooit. Je kunt hem ook wat pluizig maken als je eraan trekt. Dus zo gaan we eigenlijk alle rollen eruit halen. En nu zijn ze er allemaal uit en ik heb ze dus nog in elkaar laten zitten. Maar je kunt wel al goed verschil zien. Zo, je ziet dat hier veel glans op zit. En hier, nou ja, zo goed als niks eigenlijk. Je ziet dat dit een stuk doffer is. Die structuur is ook een stuk, ja, onrustiger als het ware, pluiziger. Dit is gewoon de structuur van mijn haar, helaas. En je ziet dan wel goed verschil, denk ik, met deze kant. En dat komt onder andere door de warmte. Dat geeft gewoon net even die glans. Kijk, zo zie je toch wel echt duidelijk verschil, hoor. Als er nu iemand is die nog geen verschil ziet, dan weet ik het niet meer. Je ziet echt duidelijk dat dit er veel gezonder, veel mooier uitziet dan deze kant. Nu is het natuurlijk niet de bedoeling dat we er zo bij lopen, dus we gaan hem uitschudden. En dat doen we een beetje voorzichtig, want ik wil niet dat die krul heel pluizig wordt. Ik doe mijn hand bovenin en ik spreid als het ware mijn vingers en ik schud mijn haar los. Dat is eigenlijk alles wat ik doe. En je ziet al meteen wat er gebeurt. En dat is wat ik in het begin zei. Je moet wel houden van een beetje een uitgezakte krul. Ik heb geen laag in mijn haar, of bijna niet. En daardoor zal er dus ook niet zo heel veel krul bovenop verschijnen. Het is dus heel anders dan krullen maken met de steltang.
Daarin heb ik je laten zien dat er echt wel veel meer krul zit. Dit gaat zakken. En dit zit nu nog vrij stevig, maar ook dat gaat al vrij snel wat uitzakken. Maar hoe dan ook heb je op deze manier wel echt het idee alsof je ja, gewoon lekker goed, mooi, verzorgd, gezond haar hebt. En het lijkt een beetje gefeund met borstel. Dat is een beetje het effect dat je ermee krijgt. En het is jammer dat ik in mijn haar niet kan laten zien wat Karmazet doet in korter haar. Misschien moet ik maar eens een keer een model gebruiken. Misschien is dat ook wel een keer leuk. Laat het even weten als jullie dat zouden willen zien. En als je misschien zelf model wil zijn. Misschien dat dat wel een leuk idee is. Dan gaan we eens kijken of er iemand is met een beetje schouderlengte haar. Waarop ik ook wat verschillende dingen kan laten zien. Dat lijkt me wel leuk. Ik zal jullie in ieder geval even het verschil nu laten zien. Leuk vonden om te zien hoe je de Karmazet nu precies gebruikt en hoe je de rollers indraait. Mochten jullie toch nog vragen hebben, stel ze dan gerust hieronder. Ik beantwoord ze graag. En mocht je nu een heat tool tegenkomen die heel bijzonder is, laat het dan ook even weten. Misschien wel leuk om in deze serie uit te testen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb nog wel een paar ideetjes, maar als je iets speciaals tegenkomt, laat het absoluut even weten. Ik ben heel erg benieuwd. En ik had het net over knikken en nu zag ik in bepaald licht dat er toch nog ergens hier een knik zat. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar dat is dus het enige risico met de Karmazet. Verder vind ik de Karmazet heel erg veilig in gebruik. En ik vind ook wel dat die niet zo hard voor je haar is als een steltang bijvoorbeeld. Dus mocht je heel kwetsbaar haar hebben, is deze heat tool absoluut wel fijn voor je haar. Hij verwacht